5 op een rij uitwedstrijden. Dat is ongelooflijk. Ja, zeker. Dat is ongelooflijk, Sam. Zeker vandaag, toch de derde wedstrijd in de week. We wilden hem goed afsluiten met 3 winstpartijen na vandaag. Dus echt een hele mooie week voor Willem II, denk ik. Hoe zou je deze wedstrijd in een paar woorden samenvatten? Strijdbaar. Veel op de counter gespeeld. Ook wat achterover geleund natuurlijk. Is dat ook de manier waarop je een pijn moet doen? Nou ja, ik denk dat je de eerste helft Timon een goede redding heeft. Wij een paar spelde prikjes, maar we komen niet echt direct tot kansen. De tweede helft wel. We maken een fantastische goal direct toen we uit de kleedkamer kwamen. En ja, je hoort het publiek hier ook fluiten. Utrecht wordt wat ongeduldig. Wij houden de linies compact en we blijven elkaar goed rugdekking verlenen. Ja, dan zie je dat ze wel een aantal keren dreigend worden. Alleen, ja, wat ik al zeg, we zijn heel blij met de punten en weer met een overwinning. En fantastisch ook weer dat zoveel uitsupporters zijn gekomen vandaag. Ja, al met al ben ik een tevreden man en het is een hele mooie week. Ik wil even naar minuut 65, want ik zie je op een gegeven moment met Adrie overleggen. Het ging er best hard naartoe. Waar ging dat over? Dat ging over dat Tapia niet in de verdediging moest gaan spelen, maar daarvoor. En ik vroeg op mijn beurt vanuit het team eigenlijk dat we wat meer body op het middenveld moesten krijgen. En dat er even een wissel toegepast moest worden. En dat gebeurde ook en dat pakte eigenlijk heel goed uit. Ja, dat gebeurde ook en toen kregen we misschien weer iets meer grip op de wedstrijd. En ik denk dat we met Alex iemand voorin hebben die bloedsnel is. Hij maakt er bijna nog eentje en daarom moeten we misschien iets slimmer zijn, af en toe wel vaker de bal vasthouden. Alleen al met al mooi debuut voor de jongen.